Ja, ik voel me natuurlijk heel goed. Besef komt wel pas later, maar nu besef ik wel wat ik heb bereikt. Ja, ik moet die nog ontvangen, dus ik heb nog alles over. Ja, ik ben iemand die graag spaart, dus ik weet nog niet, misschien een vakantie boeken volgend jaar al of iets. En wat lef van Ajax, ik al wel mijn grootste concurrent zijn, denk ik. Nee, een auto of zoiets, Rolls-Royce zou echt een droomauto zijn, denk ik. Ja. Ja, ik heb al een paar stages gedaan, bijvoorbeeld. Ik heb bakkerij gewerkt, zo van die dingen. Als iemand tegen me praat. Of ik moet gewoon stil te zijn en mijn match kunnen afspelen. Dus, mijn vrijgezel dus. Dat is toch al, denk ik, 2 maanden terug. Dat is wel een tijdje geleden nu. Dus, ja, winkelen vind ik wel fijn in Eindhoven. Dus, nee, ik zal het mooi. Dus, ja, ik ben een heel grote Andrea Pirlo fan. Dus ik zeg Pirlo. Je ziet er goed uit, of je hebt mooie ogen of zoiets. Iets in die richting, denk ik.